Wij moeten niet zeggen Brokopondo is onder water, maar een deel van Suriname is onder water. Treffende woorden van Gamang Albert Aboikoni der Saramakaners in een eerder interview met onze redactie. We zetten de informatie met betrekking tot de wateroverlast in Brokopondo op een rij. De situatie vandaag leert dat een deel van Suriname nog steeds onder water staat. Met medewerking van geoloog Linus Dico is de situatie dat in verschillende dorpen niet alleen woningen en schoolgebouwen, maar ook landbouwgronden onder water liggen. In bijvoorbeeld Boslanti en Drepada zijn het de kostgronden die onder water liggen en alle gewassen verloren zijn. In Balengsula, Tapuripa, Asigrong, Munjekriki, Nieuw-Lombe en Kapasikele zijn het huizen en kostgronden die zijn getroffen door het overtollige water. En dan nog het dorp Klaaskreek, waar het voornamelijk de vakantieoorden met de stranden zijn die onder water liggen. Gramang Aboikoni zegt dat er nu wel wordt gesproken over wateroverlast, maar ook aandacht moet komen voor mogelijke hongersnood. Want if I wateroverlast vernietig alle landbouwgrond eens maar. Dat is gevolg na hongersnood ook om. Dus als je van nou doet dat je voor een moro bigi probleem door, want nou 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 een bigi probleem. Maar even nou spa aan om een kandra voor pakken aan, dat probleem ook een bigi zodanig dat nou was man, om een sabif king, en kien om een sabif man. Er moet een duurzame oplossing komen op lange termijn en daarvoor moeten alle betrokkenen bij elkaar komen. Belangrijk is naar zeggen van professor Yabini ook het doen van gedegen onderzoek op basis waarvan de duurzame maatregelen kunnen worden getroffen. Het is onze redactie nog niet gelukt te achterhalen hoeveel personen in de afgelopen 2 maanden zijn getroffen door het stijgende water. Het gaat voornamelijk om de dorpen onder het Stuwmeer die enorme last hebben van het water. Onbekend is hoe het staat met de dorpen boven het Stuwmeer, zoals Sarakreekgebied en Atjoni.